Het geheim, ja, wat zou je kunnen zeggen? Het valt in ieder geval op dat hij heel strak vasthoudt aan zijn basiself. Mark van Bommel heeft een droomstart als trainer, kun je zeggen. Wat is zijn geheim? Ik denk niet dat er echt een specifiek geheim is. Ik denk dat Van Bommel natuurlijk ook gewoon een hele beste selectie heeft. Hè. Laten we dat ook niet onder stoelen of banken steken. PSV en Ajax tekenen gewoon dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Maar aan de andere kant, ja, Van Bommel heeft een prima start gemaakt, denk ik. Ik vind dat, ja, ondanks dat ene punt in die Champions League wedstrijden, dat PSV het ook daar heel behoorlijk heeft gedaan. En in Nederland is PSV gewoon vaak een mate groot geweest. Ook wel een paar keer ontsnapt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de wedstrijden tegen PEC en Fortuna Sittard. Dat ging helemaal niet zo makkelijk. Maar ja, het blijkt ook uit de cijfers dat de wissels vaak goed uitpakken. Hè. Heel veel mensen in Eindhoven die toch graag Eric Coutier vaker aan het werk zien. Nou ja, het blijkt toch dat Van Bommel vaak een goede hand van wisselen heeft gehad dit seizoen. Hè. Denk aan de goal van Dante Rigo bij Fortuna Sittard. Donial Malen die een paar keer scoorde, belangrijk was voor de ploeg. En ja, ook Gutierrez zelf die een paar goals heeft gemaakt. Maar dus als gezegd nog geen basisplaats heeft. En ja, het geheim, ja, wat zou je kunnen zeggen? Het valt in ieder geval op dat hij heel strak vasthoudt aan zijn basiself. De filosofie van Van Bommel is dat je je speelwijze moeilijk kan inslijpen in een aantal weken. Dat je daar eigenlijk een hele lange periode voor nodig hebt. En hij vindt dus eigenlijk dat je dat met je vaste elf veel beter kan doen door continu 1-2 spelers te wisselen. En dat je dan eigenlijk een soort geoliede machine kweekt. Zag je dat ook terug in die bekerwedstrijd tegen RKC, waar een heel ander elftal op stond? Nou ja, dat vind ik toch zijn enige rare beslissing, zou ik maar zeggen. Ik begreep het wel tegen Excelsior Maassluis. Je weet gewoon, ook in de eerste divisie, en dat zie je ook wel eens bij jong PSV, waar vaak wisselingen zijn, dat het helemaal geen garantie is als er eerste elftalspelers meedoen, dat het dan beter gaat. Dus ja, dat vond ik achteraf toch wel vreemd. Kom. Oh, hij las hem leuk. Ja, nou, voorlopig rapportcijfer voor Van Bommel. Een 8. Ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan tot nu toe. Alleen ja, internationaal, het resultaat onder de streep, dat is natuurlijk mager. Maar ook in die wedstrijd is PSV nooit kansloos geweest. Behalve bij Barcelona zijn ze in de eindfase toch wel met een pak rammel weggestuurd.